Het economisch landschap in Vlaanderen wordt gekenmerkt door vele familiale ondernemingen. Dat zijn vaak bedrijven met een groot potentieel om door te groeien, die straks nieuwe sterkhouders kunnen worden van de economie. Wel, ik denk als we kijken naar de economische omgeving dat de groei van familiebedrijven zal moeten komen. 77% van al onze bedrijven zijn familiebedrijven. Zij zijn goed voor ongeveer de helft van de tewerkstelling en voor een derde van het bruto binnenlands product. Het is de uitdaging, denk ik, van familiebedrijven om ervoor te zorgen dat familiale eerder een positieve factor in de groei wordt dan een negatieve factor in de groei. Een mooi voorbeeld daarvan is het aannemingsbedrijf Viabeeld. De groep ontstond uit het samengaan van de wegenbouwers Verharen en Kembo. Viabeeld is actief in wegenbouw en afbraak. We zijn actief over gans België, maar vooral de as Antwerpen, Brussel, Waals-Brabant, daar zijn we actief. We werken met 750 medewerkers en we doen ongeveer een omzet van 180 miljoen euro. We zijn een groeiend bedrijf, we willen groeien, maar wel volgens een doordachte strategie. Niet groeien om te groeien. We kijken dan voornamelijk naar bedrijven die geografisch aansluiten op hetgeen waar we actief zijn. Maar wat heel belangrijk is voor ons, is bedrijven die cultureel inpassen in het bedrijf. Die zich willen integreren in de manier van werken, in de manier van denken van Viabeeld. Deze familiale groep heeft een geschiedenis die teruggaat tot de jaren 50. Vandaag is 2/3 van Viabeeld nog in familiale handen en wordt het bedrijf geleid door de derde generatie. Die blijft veel belang hechten aan de cultuur binnen de onderneming. De grootste uitdaging is zonder twijfel het behoud van het familiale karakter. Het familiale binnen een bedrijf is toch heel belangrijk. We denken daar ook heel veel over na, hoe we dat kunnen bevorderen en verbeteren. Een voorbeeld bijvoorbeeld, gisteren hebben we een infomeeting gehouden voor alle medewerkers betrokken bij de uitvoering. We hebben dan een update gedaan van de financiële cijfers, de gang van zaken, orderboek. En nadien was er een informele drink waar de contacten kunnen gelegd worden tussen de verschillende medewerkers onderling en waar wij als directie natuurlijk ook aanwezig zijn. Sinds 2008 is investeringsmaatschappij Gimf aandeelhouder bij Viabeeld. Gimf stimuleerde de groei van het bedrijf en zette ook mee de bakens uit voor de professionalisering. De rol van Gimf is heel groot binnen de organisatie. Gimf is ingetreden bijna vijf jaar geleden. We zijn gegroeid van 150 naar 750 medewerkers. Gimf gaat ons niet vertellen hoe we een weg moeten bouwen, maar het bouwen aan structuur, het bouwen aan de organisatie, dat doen we samen. Gimf is daar een beetje een klankbord voor elk probleem, elke uitdaging waar de firma mee geconfronteerd wordt. Het grootste voorbeeld is de overnames, het begeleiden van overnames. Voor de intrede van Gimf, nu bijna vijf jaar geleden, hebben we enkele overnames gedaan met wisselend succes. Gimf is aandeelhouder in een honderdtal bedrijven, heeft heel veel expertise op gebied van overnames te doen. Van het moment van de eerste gesprekken met de verkopende partij tot de integratie nadien is Gimf heel nauw bij betrokken. De evolutie die Viabeeld maakte onder begeleiding van zijn investeerder blijkt een logisch gevolg te zijn van zo'n partnership. De toegevoegde waarde van een investeerder ligt op diverse vlakken. Eerst en vooral natuurlijk met de financiële steun kan groei worden bewerkstelligd, maar er is eigenlijk veel meer. We zien in de praktijk dat wanneer men een beroep doet op een financiële investeerder, men een scherpere strategie geeft, dat men beter gaat besturen en dat eigenlijk in het algemeen de professionalisering van dat familiebedrijf echt een belangrijk agendapunt wordt.